Hey, tof dat je kijkt. Het onderwerp van vandaag is oppervlakte en inhoud. Wil je weten wat sommige mensen bedoelen als ze het over 3 kuub hebben? Blijf dan vooral kijken. Even op de inhoud letten kan best wel nuttig zijn. Vooral bij het kopen van een reiskoffer. Met 120 liter heb je ruimte voor al je vakantiekleding. Plus een stapel boeken en je tandenborstel. Maar met 30 liter, ja, dit is toch echt een formaatje handbagage. En iets weten van oppervlakte kan handig zijn als je je huis wilt inrichten. Maar goed, bij welke beroepen heb je eigenlijk te maken met inhoud? Ik werk nu niet meer, maar ik heb altijd gewerkt in de chemie. Moest ik schepen laden met zware chemicaliën. En ja, je moet wel weten hoeveel dat er in zo'n ronde tank kan. Dus daarvoor moesten wij berekeningen maken hoeveel vloeistof er in zo'n tank komt. Ik ben verpleegkundige en ik werk bij Heliomare. En dan moet ik wel eens berekenen hoeveel zuurstof iemand nog heeft. Of hoeveel milliliter vloeistof iemand moet krijgen geïnjecteerd. Oké, interessant die beroepen waarbij je met inhoud werkt. Maar kunnen mensen ook een beetje goed oppervlaktes inschatten? Ik denk dat de gemiddelde oppervlakte van een twee-kamerappartement zoals ik ze gewend ben ongeveer 50 vierkante meter is. Dus 5 bij 10. Oppervlakte van een gemiddeld huis. Voor een eensgezinswoning zal ik zeggen, ja, het zal iets van 8 bij 4. Een woonkamer bijvoorbeeld, dus 32 vierkante meter. Nou, en dat in de lengte opgetrokken natuurlijk naar boven. Heb je ruimte ook voor 2 of 3 slaapkamers. Wat een beet, ik denk 10 meter breed en laat ik zeggen 5 meter lang. Dus 10 keer 5, 50 vierkante meter. Zoiets, ja. Met een douche in het midden, zoals wij dat dan in dit geval thuis hebben. En dan krijg je dus 3 slaapkamers, met 2 slaapkamers met een werkkamer en daarboven nog een zolder. In het dagelijks leven hebben we regelmatig met inhoud te maken. Bij het voltanken van een auto bijvoorbeeld, of als je een bak kwark in de supermarkt koopt. Maar ook bij het verhuizen. Hoeveel dozen passen er bijvoorbeeld in een vrachtwagen? En wat dacht je van deze zandzak van 1 meter bij 1 meter bij 1 meter? Dat noemen we 1 kuub. Weten wat voor inhoud je nodig hebt, is handig als je een ijsbak hebt die je wilt vullen en je wilt weten hoeveel liter ijs je moet kopen. Of je nu in liters of kubieke meters rekent, soms heb je gewoon inhoud nodig in de winkel of bij de benzinepomp. Of als je het zelf uitrekent. Stel dat je het lokaal waar je nu zit zou kunnen vullen met van die zandzakken. Hoeveel zou je dan wel niet nodig hebben? Wij zijn erg benieuwd.